Ik ben Fem Mahu. Ik ben beeldend kunstenaar. En ik ben zelf geboren in China. En toen ik 9 jaar was, ben ik naar Nederland gekomen. Ik doe heel veel met de Chinese cultuur, want ik hou heel erg van mijn eigen roots, zeg maar. En ik probeer dus als kunstenaar mijn roots op de mooiste manier te laten zien aan iedereen die geïnteresseerd is. Dus ik probeer heel vaak een verdiepende laag te laten zien wat Chinese cultuur is. Wat al bekend is in Nederland, maar wat is eigenlijk nog dieper, wat is nog mooier, wat is authentieker. Dus niet alleen maar dat oppervlakkige. En dat is ook wat ik probeer te doen met de tentoonstelling Kom. Eigenlijk iets heel simpels en dan toch een diepere laag proberen te laten zien. Een soort van verhalen vertellen eigenlijk. Als kunstenaar ben ik heel vrij en ik denk dat ik ook zie alsof het een beetje mijn taak is om de Chinese cultuur open te breken voor Rotterdammers, laten we zeggen. De Chinese gemeenschap een beetje openbreken. En dat vind ik eigenlijk hartstikke leuk. Het is voor mij ook een uitdaging om op mijn manier, op mijn creatieve manier, dingen te laten zien en te vertellen. Wat is Chinese cultuur? Wie zijn die mensen in de Chinese gemeenschap? En het is heel fijn om te zien dat iedereen die komt luisteren, die komt kijken, altijd heel erg positief reageren en dingen eigenlijk leren. Dus je leert eigenlijk de andere cultuur, zeg maar, nog beter leren kennen. En dan heb je ook misschien wel minder vooroordelen. Dus mijn doel in waarom ik dit soort dingen doe, is eigenlijk omdat ik wil dat mensen verder kijken dan wat ze al kennen. En dat ze meer waarderen in wat ze zien en wat ze proeven, wat ze eten, mensen die ze spreken.